Het is een grote eer om bekend te mogen maken dat de winnaar van de gemeentelijke sporttrofee is geworden, Lars Kersten. Lars, van harte gefeliciteerd. Springruiter Lars Kersten heeft vrijdagavond de gemeentelijke sporttrofee van de gemeente Pelemaas gewonnen tijdens de uitreiking van de sportprijzen van 2019. Vanwege het coronavirus waren deze prijzen nog niet uitgereikt. De eigenaar werd ook verkozen tot sporter van het jaar. In die categorie was hij genomineerd met zijn broer Niels. De winnaar van de sporter van het jaar 2019 is geworden Lars Kersten. Van harte gefeliciteerd. Dank je, Lars. Gefeliciteerd. Want 2019 was natuurlijk ook een supermooi jaar. Ja, het was een turbulent jaar. Natuurlijk een hele grote blessure gehad, waar ik daarvoor nog nooit mee te maken heb gehad. Ja. En dan alsnog een dikke week later op een EK zo te kunnen presteren, dat was wel fantastisch. In het sportjaar 2019 won Kersten de Drie Sterren Grand Prix in Peelbergen. En ook pakte hij de eerste plek op het Nederlandse kampioenschap Young Riders. Tijdens de uitreiking op PNM-TV werd hij verrast door bondscoach Luc Steeks. Nou, de kracht is dat hij dus op een wedstrijd top gefocust is. We hadden dat jaar hadden we in de aanloop nog een beetje moeilijkheden. Na het Europees kampioenschap toe, waar Lars met zijn andere hobby een beetje, dat voetballen, zijn kruisband afscheurde. Maar we hebben dat denk ik wel in goede banen geleid en ook op dat moment op het juiste paard voor hem gewed. Dat toch dat paard hem mee over die hindernissen nam in het parcours en dat dit tot zo'n fantastisch resultaat heeft geleverd. Ja, super. En welke ontwikkeling, welke toekomst zie je dan nog voor hem weggelegd tot slot, Luc? Nou, hij zei het zelf wel goed. Hè. Je moet altijd blijven dromen, maar dat denk ik dat iedereen wel doet die bij jullie aan tafel zit. Olympische Spelen is natuurlijk het hoogst haalbare doel. Zou dat Parijs niet zijn, dan kan het over 4 jaar later nog wel een keer. Ze zijn allemaal jong, vol ambitie, dus we gaan altijd voor het beste. En er werden meer prijzen uitgereikt. Turnster Fleur Koppers werd verkozen tot talent van het jaar. Het talent van 2019, Sportgala Pelemaas, is geworden Fleur Koppers. Fleur, gefeliciteerd. Fantastisch. Ja, heel goed inderdaad. Jij krijgt de oorkonde en de prijs. Wat gaat er door je heen, Fleur? Ja, ik weet niet. Ja. Waar gaat die staan? Nou, op mijn kamer. Op je kamer? Ja, natuurlijk. Het is een grote eer om bekend te maken dat de oorkonde voor de categorie Iedereen kan sporten toegekend wordt aan Bernie Aerts uit Maasbree. Van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. Echt geweldig dat je dit op zo'n hoog niveau voor elkaar krijgt. Nou, dankjewel. Ik had het niet verwacht, moet ik zeggen. Nee? Nee, echt niet. Nee. Dat zegt iedereen die niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Nee? Waarom niet? Nee. Nou, omdat ik gewoon twee hele goede kandidaten hier heb zitten. Dat is zeker waar. En de kans dat je wint is gewoon, ja, is gewoon 30%. Dus ik had de andere twee ook ontzettend gegund. Want dat je hier al mag zitten, betekent al van dat je toch iets hebt gepresteerd. En dat is al de hoogste beloning die je kunt krijgen, denk ik. Bernie Aerts is de eerste leraar Material Arts van Jiu-Jitsu in Europa met een visuele beperking. Wielrenner Jacques Rommelman kreeg de bijzondere waarderingsprijs uitgereikt voor zijn carrière. De veteraan bij het wielrennen won de afgelopen jaren verschillende koersen, zoals de ronde van Dendermonde en Basel-Kruijbeke. Ook werd Rommelman uit Helden eerste bij de internationale kampioenschappen tijdrijden in Woesten en werd hij wereldkampioen Masters in Oostenrijk. Hij hoopt snel weer op de fiets te kunnen stappen. Ik hoop dat van de zomer toch weer een beetje, misschien vooral in België, dat mis ik wel, daar heb je... Als ik fiets mis in België, die kermiswedstrijd eigenlijk. En dat is, als je dan naar de wedstrijd op je terrasje zit met je cappuccino en je stukje fly, dan ben je gewoon gelukkig mens daar. Dat is zo leuk. En dat mis ik wel, moet ik zeggen. Dat is mooi. Zo snel kun je een gelukkig mens zijn. Ja. Fietsen, cappuccino, fly, klaar. Of ik goed gefietst heb, of dat maakt niet uit. Maar gewoon, je hebt wat gedaan en dan even lekker genieten. En daarom komt hij jou toe, deze mooie, bijzondere waarderingsprijs. Dankjewel, Jacques. Dames 1. Van Peelpoes. Van Peelpoes.
Dat is mooi. Dat is een mooie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie ook gefeliciteerd wel met jullie nominatie. Prijs. Ja, de dankjes laat me komen. De dankjes, ja. Inderdaad, ja. Ja, ik zie dat wordt al op de achtergrond. Ik zie wat beweging inderdaad.